van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. Zaterdagmiddag 6 februari rond 2 uur begon in het klooster en de wieken, oftewel Ter Apel, de 51ste carnavalsoptocht. Duizenden kijkers kwamen deze middag naar Ter Apel om al die mooie praalwagens en loopgroepen te bekijken. Ontelbaar veel uren werden de laatste tijden gestoken in de vele mooie praalwagens, maar het resultaat mag er zeker zijn. Ruim 60 praalwagens en 45 loopgroepen delen mee in deze jaarlijkse carnavalsoptocht.